Goedemiddag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met wolkenvelden, maar ook zonnige momenten. En verder trekken er een aantal stevige buien over het land. Daarbij zijn ook onweer en hagel mogelijk. Vanavond gaan de buien geleidelijk aan weer afnemen. Vooral in het binnenland, in de kustprovincies blijft wel nog een enkele bui mogelijk. En dat geldt ook voor de nacht. Het koelt verder af naar zo'n 4 tot 1 graden, met vooral aan de grond ook kans op een enkel graadje vorst. De wind neemt ook tijdelijk wat af en wordt matig tot aan zee nog krachtig. Morgen overdag hebben we eerst veel bewolking en wat buiige regen, waarbij ook een klap onweer of wat hagel kan voorkomen. In de middag komt de zon er weer wat vaker bij, maar zijn ook nog steeds een paar buien mogelijk. Het wordt 7 of 8 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur voor de woensdag en de donderdag. Nog steeds vallen er een aantal buien, al zijn ze op donderdag een stuk minder talrijk. Op vrijdag hebben we eerst wat regen, later een enkele bui. De middagtemperatuur ligt dan rond een graad of 9. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.